Zoals ik had gezegd in de vorige, er zullen deze keer wel edits en webcam zijn. En welkom terug bij 17 decoratie-ideeën voor Minecraft. De eerste is een redelijk simpele, maar ik vind hem wel heel goed. Hij is niet van mij, sorry. Dit is een kruiwagen. Ik heb hier zo'n fence gate geplaatst. Dan heb ik die opengezet. En dan zo'n pot daarnaast en dan lijkt het op een kruiwagen. Ik vind het een heel creatief. Ja. Pff. En dan hier hebben we 5 varkens in een hok zitten. En door de grove aarde en de potsel die ik heb gebruikt, lijkt het op kaak. Lijkt het hok een beetje realistischer en vuiler. En dan hier hebben we een soort van hok dat ze zo in. Ik loop weer een varken. Oh no. Ze hebben schrikken naar party mensen. En hier heb je een soort hok van. Ja, het wilde westen, als er zo'n wild beest in zit, dat er zo uit moet gelaten worden. Een paard kan hier niet door, maar dat is maar de decoratie. En dan nu 3 simpele. Chocolade. Die is algemeen bekend, als je die trapdoors gebruikt. En pistons doen prima als vloer. En als je de pistons in de padloor zet, zo eentje zo, eentje zo, eentje zo en eentje zo, krijg je een redelijk raar, maar toch een beetje een mooi patroon. En aan deze trap heb ik lang aan gezeten. Zeg maar een soort van trap die tegen een paal aangroeit, als je het zo kunt noemen. Ik vind het wel mooi. Het is best wel moeilijk om te beklimmen, want je kunt er makkelijk van afvallen. En hier hebben we een soort van cel voor iets in de ruimte of zoiets. Maar je kunt er wel doorheen lopen, dus het is meer voor decoratie. En dan hier hebben we een auto, onafgemaakt. Maar daar gaat het ook niet om, het is voor de banden. De banden heeft Axel gedecoreerd. Applausje voor Axel. Allemaal respect voor Axel in de comments. Is een item frame met een witte wol erin. Ik had dus een andere blokken geblokt, maar die is lelijk. En dan lijkt het op zo. Ja, ik weet niet hoe het noemt. En dan een nummerplaat van voor en achter. En dan, wat ik eigenlijk wil doen in de design, de lampen. Het is glowstone in de item frame. En zo lijkt het op lampen van een auto. En dan gaan we naar de volgende. Deze lamp. Als je alle credits hebt gekeken, weet je ook dat ik dit had gebruikt in het winkelcentrum. En ik vind het een redelijk mooi lampendesign. En dan hier hebben we een raar tafeltje. Het is hier zo van die trappen die zo staan dat het op poten lijken. En allemaal bekertjes met bloemenbakken. En dan een hopper die lijkt als kom in het midden. Of ja. Ik zou het niet anders kunnen maken. En dan hier, dit gekapte hout lijkt alsof het samen is gebonden door rails. Dat wordt redelijk vaak gebruikt. Ja. Want als je gewoon logs plaatst, het is beter als je die zeg maar vastbindt, dan lijkt het realistischer. En dan hier volledig mijn design, een kachel. Kachels vind ik altijd al een van de mooiste decoratieve dingen die je in je huis kunt hebben gehad. En hier de stralen, zo wordt vaak gebruikt als een voorkant. Daar heb ik, ja, de vloer is natuurlijk niet deurt. Hè. Daar heb ik netherrack geplaatst. Omdat daar het eeuwig brandt. Of we kunnen het realistisch houden en er echt hout in te zetten. En dit is een blok met een slab. En dit is een blok en dan zo'n slabs. Ja, het is eigenlijk simpel. Ja, het is eigenlijk simpel. Dan hebben we hier een schoorsteen waar de kop uitkomt. Je kunt ook, klinkt misschien raar, gekleurd glas gebruiken. Staat het hier. Je begint met zwart. En dan begint je een beetje grijs toe te voegen. Dan lichtgrijs en dan eindig je met wit, zodat de damp echt vergaat. Dan hebben we hier ook weer een bekende. Er staat rails op. En zo lijkt het alsof je er echt op kunt koken. Het is detectierails, denk ik. En dat is altijd wel fijn als je een keuken wilt maken. En dan hier een nieuw beddendesign. En wat hier zo leuk aan is, je kunt er echt in slapen. Hier heb ik wat blauwe tapijt geplaatst om het een beetje niet meer zo kaal te lijken. En ja, het is niet zo mooi als de vorige. Maar je kunt er wel in slapen. En dan hier een vogelverschrikker. Ik heb fences gebruikt. 2 op elkaar. Eentje hier, eentje hier. Dan heb ik er een hoofd op gezet. En een bedden ervoor. Want ja, ik kan ze zeg maar geen kleren aan doen. Dan moet ik een armor stand hebben. Maar dan match je de fences niet meer.
En dan, waar iedereen op gewacht heeft, de enige reden, ja, niet de enige, maar toch de beste reden om diorite, een glanzend diorite te gebruiken, vogelkak. Met een mix van diorite en glanzend diorite heb ik een structuur samengesteld van vogelkak. Nooit eerder gezien. Ja, fijn. Ik hoor dat je genoten hebt van deze 17, als het er 17 zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, nee, 16, 17. Oké, 17. Laat even in de comments achter wat jullie favorieten waren. Mijn top 3 is op 1 de kachel. Op 2 is de trap. En op 3 de tralies. Het is wat korter dan de vorige, denk ik toch. Ja, maar dat betekent niet dat je minder leuk is, denk ik wel. Ja, ik hoop dat je ervan genoten hebt dat je toch eentje kunt gebruiken of eentje nog niet wist. Ja, dat was het dan. Dag!